Welkom bij de tweede aflevering van de Ondernemen in Gesprek. Een nieuw tv-programma gekoppeld aan het platform van de ondernemen.nl/Oost. Waarin we met actuele, leuke, interessante gasten uit Oost-Nederland, uit Twente, praten over onderwerpen die met ondernemers te maken hebben. In deze aflevering te gast Irene van der Hof van het Solar Team Twente, het nieuwe Solar Team Twente. Klopt. Flip van Willigen, TV Enschede FM. In de samenwerking met Tubantia, de beste lokale omroep, meerdere malen gaan we het over hebben. Ik zeg altijd gekscherend, we hebben onze nanoprofessor Dave Blank, Universiteit Twente, Mesa Plus en nog een heleboel meer. En aan mijn linkerkant Peter Wischoff, ex-voetballer van FC Twente en nu in een nieuwe carrière en daar gaan we het over hebben. Om te beginnen, Flip, met jou, TV Enschede FM. Je zit hier nu aan tafel. Ja. Jij draait ook dit soort producties. Zit ik meestal niet aan tafel. Dan sta jij achter, zit je in de regie. Ja. Wat is TV Enschede FM? Wat kun jij, zeg maar, jouw medegasten, het publiek, wat kun je de mensen daarover vertellen? Dat is de lokale omroep voor Enschede. En wij hebben daarbij de visie dat wij op audiovisueel gebied, dus zowel radio, televisie als internet, willen zorgen dat er meer content gemaakt wordt, zoals dat zo mooi heet. En dan betekent dus dat je meer dingen maakt die mensen interessant vinden over hun eigen omgeving. Laten we eerst even kijken. We hebben een filmpje klaarstaan, een showreel van een kleine compilatie van wat jullie zoal doen. Welkom bij de eerste aflevering van het Beeld van Enschede. Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws. Welkom bij een nieuwe aflevering van 053. Je kijkt naar de 21ste aflevering van uw ziekenhuis. Ik zie jou zeg maar grijzen, of niet? Ja. Is dat trots? Ja, zeker trots. Is dat ook de reden waarom je de beste lokale omroep bent om dit soort producties? Of waar zit dat er meer vast? Het is voornamelijk omdat wij heel goed zijn in samenwerken. En dat wij hebben laten zien dat je ook als lokale omroep dingen kunt doen die zelfs landelijk toonaangevend zijn. En ik denk dat het nodig is, zeker in deze tijd, om als je niet goed kunt samenwerken, dan ben je zeker in de media, zeg ik altijd, ten dode opgeschreven. Ja. Even aan de gasten, jullie kennen TV Enschede FM. Dat is altijd een lullige vraag van, heb je wel eens gekeken? Hè? Maar heb je het wel eens gezien? Kijk je er wel eens naar? Ja, ik heb het wel eens gezien, zeker. Ja? En ook omdat we met het Solar Team ook een keer samen hebben gewerkt. Toen wij in België waren bij de European Solar Challenge. Ja. Er zijn zelfs een paar mee geweest, dus hebben we ook mooie opnames gemaakt. Dus het was zeker een goede samenwerking, denk ik. Ja, er zit nog een project in, maar daar komen we straks nog even terug. Heb jij jezelf wel eens teruggezien op TV Enschede FM? Als ik heel eerlijk ben, niet. Nee. Nee, ja, ik kom zelf uit Wageningen. Dus hebben we TV Gelderland. Daar worden we nog niet uitgezonden aan Wageningen. Daar hebben we nog een verbeterpunt. Nee, dus nee, voor mij is het wat moeilijk om dat te bekijken. Ja. Maar wat is jullie beeld bij TV Enschede FM? Nou, ik zelf vind het hartstikke leuk. Als er iets is in het nieuws is en je twittert wat, dan heb je ze meteen aan de telefoon. Dus ze zijn allemaal vrij actueel. Ja. Ze maken ook wel. Ja, we gaan met de Kunst in het Volkspark. Altijd brengen. Nou, het zat er trouwens niet in het filmpje. Nee, klopt. Dat is een goeie. Ja. Dat was juist ook een mooie opname. Ja. De volgende keer wel, hè? Keuzes maken. Ja, er zijn nog hele mooie dingen. Maar dat beste lokale samenwerken, zeg je, dat is een belangrijke ook met ondernemers. We zitten hier zeg maar ook voor en door en van ondernemers. Hoe zie je samenwerking met ondernemers? Nou, dat is net zo belangrijk. Kijk,
we komen een beetje uit de tijd dat alles publiek, wij zijn een publieke omroep, dat de publieke financiering van dat soort dingen heel groot was. En nou, wij zijn nu 7 jaar geleden ongeveer begonnen. Op de ruïnes, zeg ik altijd, van de vorige lokale omroep. En toen wisten we al in die tijd, toen werden al langzamerhand subsidiekranen dichtgedraaid. We hebben gezegd dat moet anders. Dus je moet ook zorgen dat je zelf gewoon geld uit de markt haalt. Ja. En waarbij een gemiddelde publieke omroep vaak, laten we zeggen, 80-90% aan subsidie krijgt, zitten wij rond de 40%. Ja. En dat vinden wij gewoon ook heel belangrijk. Ja, dus daarvoor ben je ook afhankelijk van partners uiteraard en van kwaliteit leveren. Klopt. Het medialandschap verandert nogal heftig. Dat zie je aan alles. Wat is jullie visie daarop? Hoe ga je daar als TV Enschede FM mee om? Nou, we zijn ook met samenwerking begonnen in Twente met andere lokale omroepen. Daarnaast zijn we heel erg bezig dat we niet alleen maar ons focussen op onze eigen kanalen, maar we focussen ons heel erg op content. De kanalen wisselen. Ik bedoel, een paar jaar geleden, 10 jaar geleden bestond YouTube nog niet. Wij verwachten dat over een tijdje alles, via je telefoon op dit moment is al meer dan 50% van het nieuws wat mensen tot zich nemen. Dus de app die wij net hebben, dat zijn interessante ontwikkelingen. Samenwerkingen met andere lokale omroepen om een Twents kanaal op te gaan zetten. Dit soort ontwikkelingen, livestreamen van programma's, ja. Hè? Want je hebt eigenlijk al bijna geen kanaal meer nodig. Klopt. Je kunt steeds meer je eigen kanalen in je eigen zak hebben. Wij zeggen altijd, en dat merk je ook nu, als je kijkt naar de bijeenkomsten die er zijn met innovatieve partners. Hoe ga je die burgerjournalistiek op een bepaalde manier toch inzetten? Want de burgers zijn tegenwoordig veel eerder bij de dingen dan dat de journalisten kunnen zijn. Twitter, sociale media. Ja. Nou, want daar zijn we heel actief in. Hè? Als je twittert, als er iets bericht is, je meteen bovenop op Twitter. En dan klik je en dan heb je dat item. Klopt. Dat doe je heel erg goed, vind ik. Want dat is echt er bovenop. Ja, maar dat is ook. En zo gaat het ook weer. Vind ik het minder dan natuurlijk dat Twitter, social media. Het is alles wordt al zo snel naar buiten gebracht. Dingen die ook niet altijd even waar zijn. Op Twitter wordt alles opgepikt en er wordt heel snel nieuws wat eigenlijk nog helemaal niet bekeken is of het wel echt waar is. En zeker in het voetbalwereldje, dan dat is natuurlijk ligt heel erg onder het vergrootglas. Ja. En ja, dat gaat zo verschrikkelijk snel, maar dat is gewoon heel erg moeilijk met supporters, met de buitenwereld die gelijk een reactie erop geeft. Maar ik denk dat het heel goed is wat je zegt. En ik denk ook dat de rol van de media, waarbij nu nog steeds vaak media proberen, ik zeg altijd een beetje heigerig als eerste dan te willen zijn. Ze zijn bang dat ze te laat zijn ermee. En daardoor wordt het heel snel gepubliceerd. Je wordt toch veel meer afhankelijk van de community, het publiek, het volk. Wij proberen dus veel meer te kijken van hoe kun je dan wel zorgen dat je de informatie hebt, maar daarna wel gaan bepalen wat voor nieuws je dan gaat brengen. En niet maar proberen, er wordt iets over jou gezegd, dat jij weet ik veel waar gezien bent met wie, en dan maar gelijk doorgooien alsof het nieuws is. Ja. Een concrete vraag over samenwerking. Twentse Krant Tubantia, samen met TV Enschede FM, morgen productie draaien bij de Grosvesten volgens mij. Klopt. Rondom de commissie van Wijze en Technology Base. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat is een heel interessant project waar we gevraagd zijn door de griffies van zowel de gemeente Enschede als de provincie. Om te kijken van, zou je nou op een andere manier met media om kunnen gaan? Dus de rol die wij hebben, wij willen graag kritisch zijn, maar we hebben wel als doel om constructief kritisch te zijn. Dus om even aan te haken bij wat je net zegt. En als we dus constructief kritisch willen zijn, dan moet je eens kijken met partijen die ook informatie willen brengen en dan samen tot iets nieuws gaan komen. In plaats van, ik zie vaak dat er een heleboel communicatieadviseurs overal tussenin worden geschoven en die maken eigenlijk dat er geen contact meer is. Maar die zijn er vaak omdat of de media te heigerig zijn of omdat bepaalde mensen bepaalde dingen niet willen brengen. Als we eens proberen weer een veilige omgeving met elkaar te creëren waar je wel met elkaar kunt communiceren, is die tussenlaag minder nodig en dan wordt het weer interessanter en leuker om met elkaar aan tafel te zitten en een goed gesprek te hebben. Herstellen van contact. Flip van Willigen, geef hem een daverend applaus. Dankjewel, Flip. Irene en laten we gewoon beginnen met even een filmpje te kijken met een korte compilatie, volgens mij van 2013. Dat klopt, ja. De laatste de serie van het Solar Team Twente.
heel trots of niet? Ja, zeker. Het was een mooie prestatie die we daar neergezet. 30 geworden? Ja, klopt. Wat heb je daar zelf van meegekregen? Nou, ik heb het wel gevolgd natuurlijk, omdat ik zit op de universiteit. Dus het is een project van de universiteit in het Saxion, dus dan volg je het wel een beetje. Maar nu vanaf september zelf ook maak ik ook deel uit van het team. Dus dat is heel erg leuk. Maar wat is het nou in basis eigenlijk? Het is een team samengesteld van de universiteit van Saxion, studenten. Ja. Techniek, communicatie, alles bij elkaar? Klopt inderdaad, ja, heel divers. We werken in totaal met 19 studenten dus. En we hebben dus een technisch team. Mensen die op communicatie zitten en op management. En mijn rol daarin is teamleider. Dus ik moet ervoor zorgen dat iedereen goed zijn werk kan doen. En dat we samen met de teamleden en met al onze partners effectief samen kunnen werken. Ja, ik heb zelf een beetje uiteraard ook gevolgd. Prachtige foto's van auto's onder sterrenhemels. Een koning en een koningin die de wagen onthulden. Dat was gaaf, stoer. Ja, zeker. En nu hebben ze een eerste vrouwelijke teamleider. Ja, weer een primeur. Hoe speciaal is dat dan? Ja, het is een enorme uitdaging natuurlijk. Het is heel erg leuk dat er nu een vrouw op deze functie staat. Dat is denk ik hopelijk een inspiratie voor andere vrouwen om ook... Vrouwen aan de top, hè? Ja. Ze nemen alles over vrouwenvoetbal bij Twente. Ja. Het wordt allemaal steeds meer vrouwen. Gewoon helemaal alles over. Ja, het is gewoon belangrijk dat er ook steeds meer vrouwen in die werelden gaan bezighouden. Dus daar hoop ik een voorbeeld in te zijn. Want dat onderschatten mensen wel eens, maar het is best wel een behoorlijke sollicitatieprocedure. Hè? Je moet echt wel door een molen heen met het oude team, een heel commissie van advies en alles wat erop en aan zit. Ja, klopt inderdaad. Ja, we willen echt de excellent studenten in ons team hebben. We zeg moeten ze met nu een ook, stralende glimlach. Ja, zeker. Daar ben ik ook heel trots op. Ben ik ook trots op mijn team natuurlijk. Dus daar zit een sollicitatieprocedure aan vooraf met verschillende testen en verschillende cases. Ja. Dus je moet daar wel even je best voor doen om erbij te komen. Ja, dit was hem, hè? In de 3D geprinte versie. Klopt, inderdaad. Dat was ook een consumentenactie, want jullie zijn los nu. Jullie zijn begonnen. Heel belangrijk met ondernemers. Hoe zijn jullie samen met ondernemers? Nou, ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor ons. We hebben heel veel partners die zich binden aan ons project. Afgelopen editie hadden we meer dan 150 partners. En die zijn ook ontzettend belangrijk. We maken een hele innovatieve auto. Dus technische partners zijn daarin heel belangrijk. Zodat we de meest innovatieve uitvindingen op technisch gebied in onze auto kunnen toepassen. Zodat we de allerbeste auto gaan maken. Maar ook partners op communicatie. Is FN20 al partner? Nee, en volgens mij niet. Universiteit uiteraard. Ja, deze bus natuurlijk. Noem maar de hoofdsponsor. Ja. En TV Enschede volgens mij verbonden via de Red Engineers Challenge. Hè, die prachtige voor kinderen. Ja, zeker inderdaad. Ja, dat is vorig jaar opgezet om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Met een groot succes, denk ik. Dus dat was heel erg leuk. Die doen dan aan de Lego Challenge mee. En die, wat is jullie doelstelling? Is een hele algemene vraag en ik weet het antwoord al. Ja. Volgens mij kan er maar één... De eerste zijn. Ja, zeker. Ja, we hebben een stijgende lijn neergezet de afgelopen edities. Dus die proberen we vast te houden. In 2011 vijfde en de afgelopen editie zaten we bij de top 3. Dus we kunnen laten zien dat we groeien. En die groei blijven we vasthouden. En we gaan als eerste over de streep straks. Weet ik dat het wat penibel is geweest. Derde worden en er is wat discussie geweest over ga je wel of met elkaar niet door. Nou, gelukkig heeft Twente de rug gerecht. Met z'n allen. En hopelijk gaan we er nog veel meer achter staan. Mm-hmm. Hè? Want je hebt geld nodig. Laat het simpel zijn. Mm-hmm. Je hebt ook mankracht nodig. Ja. Dus elke hulp kan je gebruiken. Maar wat gaan jullie nou doen om toch eerste te worden? Nou, wij bouwen eigenlijk een simpele versie van een auto, maar perfect uitgevoerd. En daarmee kunnen we heel veel winnen. Vorige keer hebben we ook al laten zien dat we door heel slim te ontwerpen de allerlichtste auto hebben kunnen bouwen die in het veld bezig was. Dus ja, absoluut. Inderdaad, die was slechts 139 kilo. Dus we hebben laten zien dat we heel innovatief kunnen zijn. En we hebben een ontzettend sterk team. We hebben onze partners die ons steunen. En met de hulp van de universiteit, het Saxion en alle rest van onze partners weten we zeker dat wij de beste auto kunnen gaan bouwen dit jaar. Nou is de grote concurrent altijd, ik ga het woord ook niet eens noemen, maar dat weet je wel. Ja. Daar zit een hele grote sponsor achter, daar ga ik het woord ook niet van noemen. Nee. Wat ga je daar dan tegen doen? Hoe kun je dat samen, moet je dat samen bundelen? Hè? Ja. Alle ondernemingen in Twente bij elkaar? Ja, je moet creatief zijn, denk ik. Dus je moet gewoon iedereen benaderen die hier zit. Er zitten hier ontzettend veel bedrijven in de regio en daarbuiten natuurlijk ook. En er zijn ontzettend veel bedrijven en partners in Nederland en in Twente te vinden. Dus wij kunnen door samen te werken met onze partners ook hetzelfde doel bereiken. Dat zou ik erg leuk vinden. Als je wil zoveel mogelijk sponsoren en partners hebben. Mm-hmm. Maar de auto is gewoon rood. Het is geen behangsel van allerlei plakplaatjes van allerlei sponsoren. De Red Engine. Want het is gewoon Twente rood.
Ja. Dus iedereen kan gewoon meedoen, hè? Want ja, iedereen is gelijk. Hè? Alle partners kan je gebruiken voor deze race. Dat vind ik echt heel erg, heel sterk concept. Ja. En natuurlijk zorg je wel dat al die sponsoren aan hun bod komen. Ja. Dus dan moet je echt volhouden dat, hoor. Dat, je ziet ook, je wordt steeds professioneler. Het is ook een tip, dat je zeg maar, dat wat goed is vast moet houden, toch? Ja, daar krijgen we veel complimenten over. Nou, nou, dat is gewoon, iedereen ziet dat. Ja. Heb jij het wel eens gevolgd, Peter? Dus het Solar Team? Nou ja, heel erg op de achtergrond dan. Het is vaak meer als ik het de resultaten. Ik denk wel dat er nu een verbinding te leggen valt vanaf dat is, Twente. Want kijk maar naar de hele achterban, et cetera. Dan zullen we nog wel het is wel, als je de auto ziet, dan denk je ook gelijk wel aan FC Twente. Dat, dat lijkt mij helder. Lijkt me logisch, toch? Ja, zo rood als maar kan. Ja. Met het paard erop. Ja. Ook, je wilt ook niet drie woorden, maar één woorden. Niet drie woorden, maar één paard mag niet, hè? Dus, wat is het eerste moment wat er nu komen gaat? Want jullie gaan volgens mij aftrappen binnenkort, de kick-off. Ja, klopt inderdaad. We hebben een evenement bij Thales, ook een van onze partners. Een kick-off om iedereen weer bij elkaar te krijgen van onze partners. En iedereen weer enthousiast te maken over deze editie. En daarnaast zijn we ook druk bezig met onze verhuizing. Want we gaan ook naar het vliegveld toe. Dus dat is ook iets waar we nu... Die gaan naar de Technology Base 20, zoals die nu als werktitel. Oké, helemaal goed. Mm-hmm. En dan, want oktober volgend jaar is de grote race, hè? Ja, klopt inderdaad. We gaan ongeveer in augustus gaan we richting Australië. En dan oktober 2015 is de race. Nou, we kunnen niet anders zeggen dan heel veel succes. Ja, we gaan jullie volgen. En misschien kom je nog wel weer aan de tafel met fantastische resultaten en grote innovaties of fantastische partners. Ja. Dus heel veel succes. En Irene van Hof, geef haar een groot applaus. Solar Team Twente. Dankjewel. Dankjewel. Nou, Dave Blank. Hoe lang ben je al in Twente verbonden eigenlijk? Vanaf mijn 14e zijn mijn ouders naar... naar Twente verhuisd. Vanaf je 14e. En dan moet ik zeggen hoe lang dat geleden was. Nee. Dat hoef je zeker niet te zeggen. Maar wat heb jij met Twente? Want jij bent een icoon van Twente. Je wordt ingezet als pionier door Twente Get Connected onder andere. Ja, het is hartstikke leuk wonen hier. Wat ik leuk vind, gewoon, ik woon ook in de binnenstad van Enschede. Dat, als je naar de binnenstad gaat, je komt altijd bekenden tegen. Het is wel een soort familie. Nou, en ik zit op de leukste universiteit van de wereld, in het beste instituut van de wereld. Nou ja, dan ga je toch niet meer weg. Nee, dan ga je zeker nog weg. Dat wil ik je nog vragen, want jij stuurde mij materiaal voorafgaand hier. En jij stuurde een foto dat jij gisteren toevallig bij onze minister-president zat, Mark Rutte. Wat deed jij bij Mark Rutte? Dat ga ik jou zeggen. Mag je niet zeggen? Nee, natuurlijk. Nee. Ja, ik kreeg jouw berichtje dat je foto's nodig had en ik was net op weg daar naartoe. Ja. Dus toen was ik daar geweest en dacht van dan stuur ik nog even een foto na. Ja, ik zit in de adviesraad van de regering, de AWTI, het adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. En we hebben net, ik was leiding geven aan een rapport, een wetenschapsvisie. En eind van deze maand komt de regering met ook een eigen rapport. En ze hebben heel veel uit dat rapport gehaald. Daar zie je Sander Dekker, zie je dat? Met die ene aan de linkerkant. Is... Nou, die is de staatssecretaris, die er dan was. En dat is eigenlijk bijpraten met Mark Rutte over wat het advies was en wat we daaraan kunnen doen. En wat we kunnen betekenen, hoe belangrijk de regio's zijn in Nederland. En waar we met de wetenschap naartoe willen. We zitten hier in Twente, is vanmiddag ook besproken, maar veel op HTSM, High Tech Systems and Materials, de topsector waar gekozen wordt, met een focuspunt op. Nou, daar past een Solar Team natuurlijk ook fantastisch in en bedrijven als Ten Kate en de universiteit. Smart Industry zijn van die begrippen die heel erg, dat zijn onderwerpen die je dan met elkaar bespreekt. Ik zit zelf in het topteam van HTSM, dus als de wetenschapper. En wij proberen dan die agenda in Nederland die richting uit te krijgen. En wij noemen het ook wel de wetenschapsagenda. Ja. En dat zijn inderdaad de onderwerpen die er zijn. Welke regio, wat zijn de sterke punten van de regio? En waar zetten we op in? En er is natuurlijk niet veel geld te verdelen. Dat is helaas zo. Ja. Maar wat het geld is, moet je wel op een goede manier verdelen. En inzetten ook waar de sterke punten zijn. En daar ben ik mee eens. Twente is natuurlijk een hele sterke regio op het gebied van de maakindustrie. En dat moeten we dus gaan uitbuiten. Dat ook. Er zijn natuurlijk ook andere sectoren, want we worden vaak ook vergeten dat toerisme ook erg belangrijk is. En dat is het ook. Landgoed.
Maar gewoon, we moeten wel proberen die slag te slaan. Dat kunnen we met elkaar, daar ben ik van overtuigd. En we hebben natuurlijk ook een paar parels, hè? Een van die parels, daar ben je zelf aan verbonden, Mesa Plus. Toch een toptechnologisch nano-instituut, wereldwijd volgens mij. Mm-hmm. Hoe is het daar? Hoe gaat het daar? Het is in ieder geval heel schoon. Het is heel schoon, clean. Eigenlijk gaat het er heel erg goed mee. Kijk, je moet aan de top blijven. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus je wil het beste hoogleraar aantrekken, maar ook beste studenten. En dat krijg je alleen maar voor elkaar als de infrastructuur goed is. Hè. Natuurlijk kom je ook om hartstikke leuk is om hier te wonen en een mooie natuur. Maar als je echt in die wetenschap zit, wil je een goede apparatuur hebben. Dus dat nanolab. Ja. En dat rode gebouw. Hè, ook rode gebouw, ja. Twentse rood. Ja. Kom wel. Dat komen we ergens in de verhaal. Rood is de kleur, stel maar. En dat is een aantrekkende werk heeft dat. Maar dus omdat er goede hoogleraren zijn, professoren zijn, komen er ook goede studenten. En dat is uniek hier. Gewoon, het is niet alleen maar wetenschap, maar met die kennis willen we ook wat doen. Dus een aantal spin-offs, een aantal bedrijven, de kennispark, dat is zo gigantisch. En gisteren was het inderdaad bij Rutte. Daar begon hij meteen over. Hij is hier ook laatst geweest. En hij zei ook van fantastisch hoeveel spin-off bedrijven dan komen. Dat vindt hij ook echt een voorbeeld van hoe het moet. Ja. Want zegt dat niet alleen tegen mij, maar zegt het tegen iedereen. Maar dat is natuurlijk wel heel uniek. Dat is ook de verbinding volgens mij. Laten we even naar een filmpje kijken. De FOM valorisatieprijs, wat jij daar zelf over zegt. Ja, we hebben de FOM valorisatieprijs gekregen. De FOM staat voor fundamenteel onderzoek. En valorisatie bestaat uit bedrijvigheid. Dus we brengen fundamenteel onderzoek tot een product. En in dit geval het product zijn machines waarmee wij nieuwe materialen kunnen maken. Met deze machines kunnen wij atoom op atoom op atoom stapelen, zodat we nieuwe materialen maken. Nou, we hebben dus die prijs gekregen. Ja, tenminste, de publicaties krijgen wij doordat wij dat kunnen. Hè, om hele nieuwe materialen maken. Maar de prijs hebben wij gekregen omdat we apparatuur ontwikkeld hebben om te kunnen kijken hoe die atomen op elkaar stapelen en hoe goed ze aan elkaar vastzitten. Twente heeft besloten in deze universiteit om hier een heel groot nanolab neer te zetten met de infrastructuur. Dus als je nanotechnologie wil bedrijven, heb je die infrastructuur nodig. En die is hier. En ja, dat trekt gewoon mensen van de hele wereld hier naartoe. Dus zo zijn we groot geworden in de nano. Nou, Twente is ook op de ondernemende universiteit, dat zeggen we al. Hè. Er komen hier studenten en promovendi, die hebben dat ondernemen in zich. Dus je ziet hier heel veel spin-off bedrijven. Nou, wat we hier doen, is eigenlijk een nieuwe technologie. En die nieuwe technologie leidt tot nieuwe bedrijvigheid, nieuwe bedrijven. En dat is de ideale grond hier voor dit soort spin-off bedrijven. Want ja, dat is eigenlijk waar we de prijs om gekregen hebben. Het creëren van werkgelegenheid voor nieuwe bedrijven hier in de regio. Is toch een mooie prijs? FOM valorisatie. Ja, er hangt toch nog een enorm bedrag aan. 250.000 euro. Dus ik heb meteen een auto besteld. Nee, dat zet je in voor nieuw onderzoek. Ja, de sponsor. Oh ja, ik moet helemaal niet zeggen. Maar nou komen jullie natuurlijk morgen. Is ook heel goed. Er zit ook namens in de solo-auto. Dat hebben we helemaal niet te klagen. We komen wel eens langs om te kletsen van wat er mogelijk is. Maar... Oké, kijk aan. Ja, we hebben toen 250 van die autootjes een keer. Het leuke is van die prijs, is dat ze eigenlijk zeggen van FOM staat voor fundamenteel onderzoek en materie. Dus heel erg wetenschappelijk onderzoek doen. En we zijn toch in staat om dat wetenschappelijke onderzoek, wat toch daar spin-offbedrijven te maken. Het was een bedrijf als Soulmates of TCST, die hier in de regio zitten, ontzettend snel groeien, die internationaal bekend zijn in dat vakgebied. En dat is eigenlijk heel erg leuk. En dat wordt erkend. En het helemaal het leuke is dat de koppeling, als je kijkt naar het juryrapport, zeggen ze dan niet alleen je maakt business, maar valorisatie is ook mensen vertellen waar je mee bezig bent. Je lezingen geven. Geef lezingen in Lowlands of op Zwarte Cross. En dat is ook de valorisatie op een hele andere manier benaderd. Maar dat is ook belangrijk. Ja, je probeert het ook gewoon naar de praktijk te brengen. Ik denk dat je toch gewoon helder probeert te maken hoe ingewikkeld jouw materie ook is. Om het belang daarvan te onderzoeken. Heb je nog een tip voor Twente? Om met jouw vakgebied om daar meer mee te doen? Ja, nou, wat ik hoop. Hè, wij zijn natuurlijk een instituut we nemen geen kant-en-kare producten. We vinden het nieuws uit en dan heb je nog geen product. Nee. We denken van, oh, een nieuwe sensor. We zijn een sensor ontwikkelen die je neus nabootst bijvoorbeeld. Dat je kan ruiken of iemand kanker heeft. Maar dat kunnen we aantonen, maar dan hebben we nog geen product. Dat kan je nog niet kopen.
We hebben zoveel bedrijven hier, dus wat ik eigenlijk zou willen, en dat is de tip voor Twente, is we moeten eigenlijk iets zorgen dat we een infrastructuur kunnen creëren waar we de ideeën die wij genereren en het bedrijf die het in productie maakt, dat je daartussenin, zeg maar, die concepten kan uitwerken in first principles, al een eerste product. Dus echt connectie. En daar is echt, ja, echt die connectie. Connectie met ondernemers. Die eerste commissie van Wijzen die je al noemde, van, over het vliegveld, die stippen dat al aan. Dus ik vind dat echt, daar is een kans voor Twente. Dave Blank, Mesa Plus. Daarvoor een applaus. Dankjewel, Dave. Ja, Peter, dan naar jou, hè. Totaal wat anders. We gaan van Solarteam via media, via maar eigenlijk wetenschap, komt het bij elkaar bij het voetbal. En hoewel, je bent natuurlijk niet meer in het voetbal. Laten we eerst eens even kijken naar Peter Wischoff in zijn voetbalcarrière. We hebben het aangeleverd gekregen van FC Twente. Ik heb het nog niet gezien. Ik ook niet. Rob is blij, want het overkomt hem natuurlijk niet vaak dat hij scoort. Koevo, maar net onder de bal door. Visser of niet? 2-0 voor FC Twente. En hij maakt zijn eerste voor de Tukkers. De man die kwam als opvolger van Robbie Wielaert scoort. Moet lopen. Wiskerhoff heeft al een tijd en al een ruimte om te schieten. Wiskerhoff maakt 0-3. Jouw lievelingseten? Gewoon gebakken aardappeltjes met sla en een balletje gehakt. Kun je wel zien, hè? Een balletje gehakt zit er wel in, ja. Ja? Nee, dat ziet er een beetje raar uit. Ja, dat is wel lekker. Vorig jaar tweede, nu eerst. Nou, mooi toch? Ja. Mooi om terug te kijken, of niet? Blijf maar om te zien, ja. Ja. Wat is nou jouw mooiste moment in jouw carrière geweest? Er zijn natuurlijk vele. Het is bijna zo'n algemene sportvraag. Nee, maar het is een hele makkelijke vraag eigenlijk, want dat is echt een kampioenschap geweest. Ja, landskampioen? Landskampioen, ja. Bekerkampioen ben je natuurlijk ook nog geweest, Johan Kruijffschaal. Nou, landskampioen was wel echt veruit het mooiste moment. Dat was natuurlijk in de regio FC Twente nog nooit kampioen geworden. Ja, dan gebeurt dat, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat de meeste mensen het wel gezien hebben of iets gehoord hebben. Ja, het was uniek. Dat was uniek. En dat is, was in ieder geval in Enschede die avond. Ja, nou ja, dat is wat ze wel vaak zeggen. Twente verbindt. En dat is wel een aantal keer gebleken. Zeker toen we met Twente die prijs hebben gewonnen. Dat was, dat hield niemand voor mogelijk eigenlijk wat er gebeurd is. En zonder problemen. Hè. Dat hoor je later ook. Eigenlijk helemaal geen problemen geweest. Iedereen heeft gewoon feest gevierd. En dat was een fantastische dag. Ja. Of weken bijna. Het is bijna een week geworden, denk ik. Ja, toen heb je bent landskampioen geworden, heb je natuurlijk nog een aantal jaren gespeeld. Hè? Het volgende jaar er nog tegenaan gezeten. Ja. Zullen we het allemaal maar niet over hebben. Nee, ja. Uiteindelijk komt dan het moment van afscheid. Volgens mij heb je een prachtig afscheid gehad, midden in de slipstream met Sander. Ja. Jullie namen samen afscheid. Hoe kijk je daarop terug? Op dat laatste jaar, op dat afscheid nemen? Is dat goed gegaan? Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik denk dat zo'n laatste jaar eigenlijk nooit echt leuk is. Dat is... Want op een gegeven moment merk je wel dat je wat minder aan spelen toekomt. Ik denk, anders ga ik geen afscheid nemen. Als je op dat moment speelt, dan neem je bijna nooit de keuze van ik stop ermee. Dus dan moet er eigenlijk wel een periode vooraf gaan waarin je of geblesseerd bent of niet speelt. Dus dat zijn toch de mindere periodes. En dan moet je op een gegeven moment ook een keuze maken. En ja, dat is gewoon moeilijk. Ik bedoel, voetballen ben ik op mijn 5e begonnen. En op een gegeven moment zeg je dan wel van ja, hier stopt het eigenlijk eventjes als profvoetballer. Dat is 15 jaar van mijn leven geweest. Ja. 15 jaar alles gegeven, alles gedaan. En in één keer moet je zeggen, ja, ik eigenlijk zeg je ook een beetje van, ik ben niet goed genoeg meer. Want dat, zo voelt het wel een beetje. Van, ja. En dat is misschien niet helemaal zo, maar ja, toch voel je dat wel. Je merkt ook wel dat in je hoofd, ik had het gevoel op een gegeven moment op een training of op een wedstrijd, van, ik weet zeker, die bal had ik 2-3 jaar geleden had ik die gewoon gehad. En nu moet ik met de slijding kon ik hem nog net wegtikken. Dus ja, dat is gewoon een hele moeilijke beslissing. En daar gaan een aantal maanden overheen. Daar gaat ook wel overleggen met thuisfront en ook met je ouders tenminste. Maar ja, uiteindelijk moet je zelf die beslissing maken. En ik denk dat ik gewoon een goede keuze heb gemaakt.
Je hebt een stap gemaakt. Twente staat nu derde. Hoe kijk je nu tegen de ploeg aan? Heb je nog een binding met de ploeg? Zie je ze nog? Ja, nou ja, kijk, in het voetbal is het zo, het verlopen gaat zo snel. Dus na 2-3 jaar dan ken je al bijna niemand meer van de selectie. Dat gaat heel erg snel. Ja. Deze selectie ken ik natuurlijk nog wel, grotendeels. Ja, het is een hele jonge ploeg en heel veel potentie. Ze hebben wel wat kritiek gehad, vind ik. Maar ik denk, deze groep moet je eigenlijk... het zou mooi zijn als je die 2-3 jaar bij elkaar kan houden. Ja. Dan denk ik dat een hele talentvolle, een hele goede groep staat. En dan jouw nieuwe carrière. Je staat zoals hier op de Business Meets Twente. Ja. Samen met Twente. Volgens mij om partners weer opnieuw te binden aan de club. Hoe bevalt het? En wat doe je allemaal? Ja, nou, het is heel wat anders. Het is eigenlijk... mijn ouders hebben een bedrijf, die ben ik aan het overnemen. En daarnaast ben ik werkzaam voor Twente. Dat is 2-3 dagen in de week. Ja. En ik heb gezegd, ik vind het zonde om het hele carrière wat ik bij Twente heb opgebouwd en de naam om dat weg te gooien. Dus ik kan voor Twente ik ben een soort relatiemanager, een uithangbord. En mensen met Twente verbinden, dat komt elke keer wel weer terug, dat verbinden eigenlijk aan een club. En, ja, dat... Want hoe belangrijk zijn ondernemers eigenlijk voor een club als Twente? Dat is trouwens ook een hele rhetorische vraag. Ja, dat je kan eigenlijk niet, supporters zijn heel belangrijk en ondernemers zijn heel belangrijk die toch de club steunen met hun geld is het toch vaak. En ja, die zijn gewoon nodig voor FC Twente en heel erg belangrijk. Ja. Wat vind je het leukste aan wat je nu doet? Nou, wat ik nu doe is natuurlijk van een hele andere kant zien. Ik heb al op het veld gestaan. Tot een aantal maanden geleden was ik bij wijze van spreken de kantoren van FC Twente die in het stadion zitten, die zie je als voetballer bij wijze van spreken nog niet eens. Dus je loopt in één keer, je ziet het van een hele andere kant. En je ziet ook dat het zo belangrijk is wat er op het veld gebeurt voor de mensen. Wat is zo belangrijk dat voor de mensen erachter wordt het een stuk makkelijker als op het veld goed gaat. En het is wel leuk om een keer de andere kant te leren. En te zien van FC Twente en een keer met de sponsoren te praten die jou toch gesteund hebben, ook een keer met supporters. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ik kom heel interessante mensen tegen, heel veel ondernemers tegen. Nou ja, zelf. Volgens mij is dat ook een mooie stap, hè? Want als ik jou zo hoor met je ouders overnemen, je wordt zelf ondernemer, denk ik dan. Ik word zelf ondernemer en daarom is het ook... Kijk, ik stroom wat later in het ondernemerschap. Ik ben van huis uit wel mee opgegroeid. Maar ja, ik begin toch wat later, dus ik heb wel wat in te halen. En zo reëel ben ik ook. Nou ja, door met heel veel ondernemers te praten en heel veel te zien hoe het bij bedrijven in het werk gaat, dan denk ik wel dat ik in een korte tijd een paar grote stappen kan zetten. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat ik jou heel veel succes wens. Dankjewel. Ik denk namens de hele tafel en het publiek, dus daarvoor een applaus. Gaat goed komen. Peter Wisschoff. Ja, dit was het alweer, de tweede aflevering van de Ondernemen in Gesprek. En dat terwijl er volgens mij een heleboel dames staan te wachten voor de Twentse zakenvrouw die zo gaat plaatsvinden. Ik wil nogmaals bedanken Flip van Willigen, TV Enschede FM, Irene van der Hof, het Solar Team Twente, op naar de eerste plek. Dave Blank, Mensa Plus Universiteit en nog een heleboel meer. En Peter Wisschoff, FC Twente. Bedankt dat jullie mijn gast wilden zijn. Hoop dat jullie het zelf ook leuk vonden. De volgende aflevering is morgen om 3 uur. En dan heb ik de gast onder andere Marta Riemsma, eindredacteur van de Twentse krant Bansia. En Bart Grunneveld, die een hele belangrijke prijs heeft gewonnen met een heel mooi horloge. En dat tot morgen, 3 uur. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.